Ik zie mezelf nog staan afgelopen zomer in de tuin. Het was bijna avond, het was stil, er was geen wind. En boven de bloemen in mijn tuin hing een wolk vol kleine beestjes. Bijen, hommels, vlinders. Ik hoorde ze zoemen en ik keek ernaar. Ze waren er weer, na een lange winter. Ze waren er weer, maar ze bezorgden me buikpijn. Waren ze met minder dan vorig jaar? Kon ik de verontrustende berichten over de insectensterfte ook zien. Ik ben blij dat de minister erkent dat het klopt dat de insecten afnemen. Bijna 80% van de insecten is verdwenen, blijkt uit onderzoek. En dat is erg. Insecten vormen de basis waar vogels, andere dieren en ook mensen afhankelijk van zijn. En de vermoedelijke oorzaken zijn bekend. Intensieve landbouw, te veel stikstof en fosfaat afkomstig uit de mest van ons vee en landbouwgif. Het mooie is dus dat we weten hoe het komt, waarom het zo slecht gaat met onze insecten, want dan kunnen we ook werken aan een oplossing, namelijk minder landbouw, minder mest en minder gif. Maar ondanks dat iedereen hier het probleem erkent, komt er nog geen oplossing. Een lieveheersbeestje heeft niets aan extra onderzoek en er komt geen libelle bij door nog meer overleg. Er moeten maatregelen komen. Minder gif, minder mest. Dat helpt de insecten echt.